In de zaak eisen wij dan ook oplegging van een levenslange gevangenisstraf. Je hoort de stem van de officier van justitie in de rechtbank vandaag. Hij mag niet herkenbaar in beeld komen vanwege zijn veiligheid. Een officier van justitie is iemand met een belangrijke rol bij een rechtszaak. Hij of zij doet onderzoek naar de misdaad en stelt voor welke straf een verdachte zou moeten krijgen. Ook in deze rechtszaak dus. Vandaag kwam de officier van justitie met de strafeis. In de rechtbank luisteren de rechters naar die strafeis, maar ze zullen ook luisteren naar de advocaten van de verdachte. De rechters horen alles aan en bekijken het bewijs. En zo beslissen ze uiteindelijk hoe hoog de straf zal worden. Zo, goedemorgen allemaal. In de zaak van de moord op Peter R. de Vries zijn er 9 verdachten. Ze hebben volgens de officier allemaal iets gedaan en tegen alle 9 zijn lange gevangenisstraffen geëist. De 3 hoofdverdachten zouden dus zelfs levenslang de cel in moeten. Het gaat om een man die op de misdaadjournalist schoot, een man die meehielp en de vluchtauto bestuurde en een man die alles rond de moord organiseerde. De verdachten mogen niet gefilmd worden, maar journalisten mogen wel in de rechtszaal aanwezig zijn. Ook NOS-verslaggever Noortje Deutekom. In deze rechtszaal zaten alle verdachten bij elkaar. En bijna allemaal hadden ze besloten om tijdens de rechtszitting niets te zeggen. Zwijgrecht. Ik beroep me volledig op mijn zwijgrecht. En dus weten we eigenlijk heel weinig over waarom Peter R. de Vries is vermoord. Eén van de verdachten die wilde wel iets zeggen deze week. Dat is degene die ervan verdacht wordt dat hij de moord heeft georganiseerd. Hij zei dat hij spijt heeft van zijn rol. Voor jullie zal het verdriet hierom niet minder worden. Maar ik wil jullie sorry zeggen voor hetgeen dat gebeurd is. Maar ondanks dat vond de officier van justitie dat ook hij levenslang de cel in moet. Wat de rechters van de strafeisen vinden, dus wat de uitspraak wordt, dat is nog even afwachten. Nou, vanaf nu zijn de advocaten aan het woord en dat zijn natuurlijk 9 verdachten. Dat betekent ook dat 9 advocaten wat gaan zeggen, wat zij van de zaak vinden. En dat duurt nog wel een dag of 12. En dan gaat in juni gaat de rechtbank uitspraak doen nadat ze natuurlijk eerst het hele dossier hebben gelezen en goed hebben nagedacht over wat er met deze mensen moet gebeuren.